It's all I wanna do. Welkom bij een XXL Supply Drop video hier op Call of Duty Black Ops 3. We hebben 185 crypto tokens en we gaan die gewoon allemaal uitgeven in deze video. Dus ram natuurlijk alvast even fucking hard op dat like knop natuurlijk, want dan gaan we dit gewoon vaker doen. Dus we gaan gewoon gelijk beginnen. We kunnen ongeveer 18 pakketjes openen van deze. We gaan ook gewoon de 10 dingen kopen, of die 10 munch kosten open steeds. Daar krijg je gewoon betere dingen uit dan van die rare 30 dingen. Dus we gaan voor het tweede supply drop natuurlijk, hier komt die. Bam. Bam. Mooie calling card. Dat is wat lijkt die robot van Bassie en Adriaan. Dat is wel grappig. Maar mocht je natuurlijk meer van deze supply drop video zien, laat even in de comments weten. En laat natuurlijk even een blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Help je mij enorm. En we gaan gewoon proberen mooie speciale dingen eruit te halen. Op dit moment lukt dat nog niet heel erg. Maar dat maakt niet uit. Boom. Bam. Zo, dat is een sicker calling card. Holy shit. Let's go, een mooie Razorback camo. Dat kunnen we wel weer gebruiken, want ik heb de Razorback, zoals jullie weten, al unlocked. We moeten even een mooie camo of iets krijgen. Dat wil ik wel even, daar heb ik wel even zin in. Dit is weer een mooie specialist pakje voor iemand. Stealth camo voor de WMP. Heb ik ook nog niet gezien. Dus dat is ook mooi, alles is mooi. Een KM44 camo. Jongens, deze camo is zo mooi voor de HVK 30 serie. Holy shit. Jongens, deze video, deze camo wordt zondag gebruikt. Ik beloof jullie, deze camo staat zondag op de HVK 30. Afgesproken, als de vierde aflevering online komt. Deal. Holy shit. Dit soort dingen moet je dus hebben gewoon. Want... ongelooflijk sick dit. Echt niet normaal. Holy shit. Kijken of we nog meer eruit kunnen krijgen. Nou, hier hebben we niks aan. Hadden ze deze camo voor de CUDA, kan nog wel van pas komen. Maar jammer. Die APK 30 camera is op dit moment het mooiste wat we hebben gekregen. Dus Black Ops 3, geef ons nog iets beter. Kom op. You can it. You can do it. You can do it. Do it! Geen sniper camo. Dat wil ik niet. Fuck off. Oké, let's go. We gaan best wel lekker qua supply drops. We gaan best wel snel. Lekker Call of Duty. Dingo camo. Ik wil ze even allebei zien. Wacht, we gaan even naar onze classes. Hier staat natuurlijk de HVK 30. Camo's. Black Market. Holy shit. Die is best wel gaaf. Die laten we gewoon gelijk opstaan. Dan doen we hier even die dingo. Ik heb hem al. Gaan we naar een camo's paint shop. Maar deze valt wel mee. Die kan je zelf ook maken als het moet. Maar ik vind deze mooi als ik eerlijk ben. Deze. Maar we gaan natuurlijk weer verder. We moeten verder gaan met onze supply drops. We hebben nog 85 muntjes, dus dat is ongeveer nog 8 supply drops. Jongens. What the fuck krijgen wij uit onze supply drops? Een Firelet Vesper camo en een Gem Shiva camo. Ik heb de Shiva nog niet unlocked. Daar moet ik nog 1 level voor. Maar, de Vesper als het goed is wel, hier. Unlock and equip. Camo's. Holy shit, deze is best wel mooi. Hè. Deze hebben we ook opgehaald. Maar holy shit, best wel een mooi camo'tje jongens. Holy damn. Het gaat wel lekker met de camo's. Eén level en dan ook. Dan hebben we natuurlijk de... Shiva, dus die ga ik dan ook eventjes kijken wat het is. We hebben zoveel geluk met deze supply drops, jongens. What the fuck? Nee, joh. Dat is gewoon... Dat is deze camo. Kijk. Kijk goed naar die Chinese tekentjes. Alleen dan die beweegt. Oké, deze ga ik erop laten staan. Let's go, jongens. Dit is niet normaal hoeveel geluk we hebben. Oké, we kunnen nog 6 pakketjes openen natuurlijk. En dan zit deze video erop. En dan hebben we ook wel weer echt gekke dingen eruit gekregen hoor. Holy shit. We hebben echt niet normaal gekke dingen eruit gekregen. Maar die calling card heb ik al. Nou, dat boeit niet zo heel veel. Oké, okay, nog 4. Dan zijn we door al onze cryptid tokens heen die ik de hele tijd heb gespaard. Hallucination Weaver camo, die hebben we voor elke camo of elk wapen die hallucination ding. Dus
Dat is wel mooi. Violet Camo voor de RK5, ook mooi. Oké. Oké, laatste twee jongens. Let's go. Kijk, daar heb je, aan dat heb je dus niks aan die legendary quick draw ding. Oké, de laatste supply drop jongens. Ik doe mijn ogen dicht. Dat is niks, denk ik. Nee. Voor mij is het niks. Nee, het is niks. Jongens, mocht je nou het hebben van deze video, laat natuurlijk even je blauwe duimpje omhoog aan natuurlijk. Want we hebben echt weer niet normaal sikke dingen eruit gekregen. En ja, wie weet gaan we gewoon weer even sparen. Op dit moment hebben we 0 crypto tokens, kan ik dat zien. Ja, we hebben er 5. Dus we gaan natuurlijk weer sparen voor wat meer crypto tokens. Dus super bedankt voor het kijken in deze video. En ik hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Super bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer mensen. Later.